De collecties van het Heemkundig Museum, het Boerenwagenmuseum dat eerst in Buren zat en het historisch archief Kesteren zijn samen ondergebracht in het nieuwe museum in Ommeren. Het oorspronkelijke gebouw is uitgebreid met een aanbouw en is daarmee 3 keer zo groot. 17 vrijwilligers hebben er de afgelopen maanden keihard gewerkt. Een van hen is de ruim 80 gepasseerde Joop van Ommeren. Het is schoonmaken, het is repareren. En het is weer in orde maken van het spul wat er binnenkomt. En dat het zijn functie kan doen. Joop en de andere vrijwilligers hebben drukke tijden achter de rug. En het museum is ook nog zeker niet klaar. Er moet toch heel wat gebeuren. Als je ziet, kijk, de geveltjes bijvoorbeeld van de winkels. Die moeten nog aangepast worden, moeten nog vernieuwd worden. De dingen worden misschien nog een beetje verplaatst. Dus er moet toch heel wat gebeuren. En we zullen altijd aan het werk blijven. Want je kunt ook in een museum niet stil blijven zitten. Stilzitten doen ze zeker niet. In de kelder waar alle oude wagens staan is veel werk verzet. Zo is er een smidse en wagenmakerij in oude staat opgebouwd. En op zolder wordt gewerkt om de collectie van het historisch archief Kesteren zo mooi mogelijk uit te stallen. Iedereen heeft zijn eigen taak, maar vrijwilliger Joop helpt overal. Ik ben eigenlijk een beetje de vliegende kip van het museum, want ik zit overal. Ik ben hier altijd. Door de week, wanneer het uitkomt, want ik ben er. Ik ben alleen. Dus ik ga niet thuis achter de bloemetjes zitten. Maar behalve vrije tijdsbesteding hebben de vrijwilligers samen één passie. De passie is om een stukje wonen en leven vanaf 1880 tot 1960 te bewaren voor het nageslacht. En te laten zien aan heel Nederland hoe mooi dat het rivierland is.